Ik ben Maria Kraakman, ik ben actrice. En ik heb voor de virtuele vitrine heb ik dit asbakje. Het is een asbakje dat mijn zusje voor mij gehandarbeid heeft toen ze 13 jaar was en ik was 15. En ik rookte net een jaar. Ik rookte Shaggy's, Samson. Toen ik begon te roken, zei mijn moeder tegen mij, rook je? En toen zei ik, ja. En dit was allemaal op een trap. Dus ik stond boven aan de trap, zij stond beneden, we zagen elkaar niet. Mijn moeder zei, rook je? Ik zei, ja. Toen zei ze, pak je dan even een asbak? Zo begon ik met roken. En later zei mijn moeder ook nog dat ze liever had dat ik Samson rookt in plaats van drum. In ieder geval, dit asbakje kreeg ik van Renske toen ik... Renske is dus mijn zusje. Toen ik een jaar of 15 was, had ze speciaal met handarbeid voor mij gemaakt. Het is een blokje eigenlijk, een houten blokje van 12 centimeter lang en denk 6 centimeter breed. Of andersom. En ze heeft een holletje erin gebeiteld. En er zit één klein gootje in voor een sigaretje. Dus het is echt een eenpersoons asbakje. Ze had het geschilderd. Het was rood met zwart. Ze had, aan één kant had ze het rood geschilderd met zwarte stipjes. En de andere kant was zwart met rode stipjes. En dat is er inmiddels helemaal af. Omdat ik hem heb afgewassen. En er zitten ook brandvlekjes in van, van de sigaretten. En ik weet dus dat ik, toen ik begon met roken, ik was in een soort puberfase en ik drukte mijn sigaretjes altijd uit op het tapijt. Naast mijn bed zo. Dus mijn moeder kwam een keer op mijn kamer en die zag toen die sigarettenpeuken. En toen moest ik gaan vragen bij de tapijtenwinkel hoeveel een halve vierkante meter tapijt kostte. Omdat ik dat dus heel asociaal had gedaan. En uiteindelijk hoefde ik het dan niet te betalen. Maar mijn straf was dus dat ik naar de winkel moest en dat vragen. Maar dat was dus allemaal voor dit asbakje. Ik heb het altijd gehouden. Ik rook inmiddels niet meer. Ik ben 10 jaar geleden alweer gestopt. Maar dit asbakje, dat gaat altijd met me mee. Ja, ik zal het nooit wegdoen. Dat weet ik zeker. Het zal altijd met me meegaan, waar ik ook ben. Ik vind het bijna jammer dat ik niet meer rook. Als ik het zie. Het ruikt ook heel erg naar as. En daarom wil ik dit voordragen voor de virtuele vitrine. Mijn asbakje.